De top 4 laat zich niet verrassen en Genk en Zoete Waregem blijven steken op een gelijkspel. Dat en nog meer krijgt u te zien in Score Super League Rewind. Op bezoek bij Aalst trekt OHL de wedstrijd meteen naar zich toe, maar Nicky van der Abele creëert wel de eerste grote kans. Haar schot spat op de lat. Leuven stuit op een sterk Aalsters blok, maar krijgt een kans op een dienblaadje. Marie de Truijer met de 1-0, de Truijer die bij de jeugd nog voor zwart-wit speelde. Ik denk dat ik elke match gebrand ben om te scoren. En ja, het was heel leuk dat lukt tegen Aalst. Leuven heeft het meeste balbezit, maar doet daar te weinig mee. De voorzet is goed, de scherpte voor doel niet. De Ajuine dan, met een diepe bal. Van der Abele legt af, maar het schot van de Frère is te zwak om Klaas echt te bedreigen. Leuven creëert nog een paar halve kansen, maar Silke Bakarne staat attent te keepen. En zo gaan we rusten met een bescheiden 0-1 voorsprong voor Leuven. De tweede helft eenzelfde spelbeeld met hoge druk van de bezoekers. Jill Janssens kan haar schot niet kadreren. En ook de voorzet van de Truijer schiet Sarikees hard over. De Leuvense vizieren hebben al scherper gestaan dit seizoen. De thuisploeg trekt naar voor, op zoek naar de gelijkmaker. Maar het schot van Degenaars mist power. Aalst combineert van achteruit en dat is niet zonder risico. De Truijer zet goed druk, Bakarne zet haar foutje recht, al claimt de Truijer het doelpunt. OH Leuven wil de zege veilig stellen, maar Van Zijer kan niet genoeg kracht zetten bij haar kopbal. Aalst krijgt nog een reuze kans op de gelijkmaker na een hensbal van Meeuwis. Annekaart besluit over doel. Een krappe zege zo voor OHL dat op een stug Aalst stuitte. Ik denk dat het ook heel moeilijke omstandigheden waren om in te spelen. Maar goed, je speelt tegen toch wel een goede defensieve lijn. En ik denk dat het heel belangrijk was dat we dat doelpunt in de eerste helft kunnen scoren. Bij Aalst blijft de focus op het positieve. We hebben de kansen gehad. We zijn met de lat ook slecht weggekomen, als ik het zo mag zeggen. Maar ze spelen goed voetbal mee en dat was de bedoeling. We spelen thuis. We moeten het voetbal aantrekkelijk maken en niet ons gaan verstoppen achter de ballen. AA Gent zat al enkele weken in een goede flow en na hun overwinning tegen Leider Leuven hoopten ze op speeldag 11 tegen Standaar voor een vijfde winst op rij te kunnen gaan. Maar bij Standaar waren ze duidelijk niet van plan om de punten zomaar cadeau te doen. Dus krijgen we in de openingsminuten stevige duels te zien. Doelvrouw Damant heeft even verzorging nodig, maar kan daarna wel verder. In de eerste helft moet Standaar vooral verdedigen door het offensieve spel van Gent. Maar de bezoekers dwingen toch enkele mooie kansen af. Von trapt, Eline kan de poging nog net verhinderen. De thuisploeg domineert dan wel het spel, toch lukt het hen niet de pogingen af te maken. Dus gaan we rusten met een scoreloos gelijkspel. In de tweede helft zien we veel offensiever Standaar. En naarmate de wedstrijd vordert, nemen ze steeds meer het spel in handen. Maar net zoals Gent worstelen ze met het afwerken van de kansen. Uiteindelijk moeten we wachten tot in de 85e minuut voor de eerste goal. Maillard van op de linkerflank met de paas. Appermond werkt in één tijd langs de tweede paal binnen. Het blijft nagelbijten tot in de slotminuten. Maar dan verschalkt Janssens in blessuretijd Everaar en trekt voor Standaar de zekere overwinning over de streep. De Roosjes winnen met 0-2. We moeten echt op onze top van onze kunnen zijn om ook die matchen tegen een Standaar te winnen. En ja, we hadden een hele mooie reeks neergezet en dan weet je ja, dat op een moment die wel eens kan afgebroken worden. Maar ik had het toch liever op een iets andere manier gezien. Gent, die waren echt nog goed, zeker op het einde. En als, ja, dan kan het nog spannend worden. Dus die 2-0 die was wel nodig. Dus ik ben zeker heel tevreden. We hadden het heel difficile in de première mi-temps. On était un petit peu perdu sur le terrain. Je dois féliciter les joueuses pour la deuxième mi-temps au niveau en termes de mentalité, de jusqu'au boutisme. Na de nederlaag tegen Woluwe vorige week nam Charleroi het afgelopen weekend op tegen die andere, veel pittiger Brusselse tegenstander. En dat is Anderlecht. De thuisploeg verdedigt fel en daar heeft vooral Wulaert veel last mee. Ze gaat dan ook maar al te vaak in discussie met de scheidsrechter. De eerste kansen volgen pas na een half uur spelen. Eerst is er De Loze die op Delvaux stuit. De rebound van Wijnands wide over. En 5 minuten later is het topschutter Wulaert die een knappe actie uit haar benen schudt. Maar haar poging spat op de paal.
Charleroi geraakt niet meer aan de overzijde en heeft geluk dat Gelders op slag van rust nipt nastrapt. Zo gaan we rusten met 0-0. Na de pauze is het wel meteen raak als Colson van dichtbij de voorzet van Wullaert kan binnenkoppen. Charleroi blijft het lastig hebben om kansen te creëren en ook Anderlecht speelt niet zijn beste wedstrijd, dankzij onder meer de strakke organisatie bij de Carolo's. Een counter spelen ze wel mooi uit, maar opnieuw kan Wijnands haar poging niet kadreren. Vlak voor tijd gaan ze achterin toch een keertje de mist in bij Charleroi. Maximus profiteert optimaal en zo wint Anderlecht zonder glans met 0-2 van Charleroi. Ik denk dat het gewoon in het algemeen geen toffe wedstrijd is als je hier moet komen. Zeker niet als je met 11 man op eigen helft moet spelen. Dus de bus stond weer goed geparkeerd, maar oké. Moeilijk om erdoor te geraken, genoeg kansen gehad. Bij Charleroi hebben ze zich geweerd en blikken ze dan ook tevreden terug op de wedstrijd tegen de landskampioen. De organisatie was een heel stuk beter dan de vorige keer. Want de vorige keer kregen we er 7 tegen en vandaag maar 2. Dus we hebben echt een grote stap gemaakt en dat moeten we zo door blijven doen. Bij White Star nam trainer Rutilo vorige week ontslag. Zijn voormalige T3, Yaïche, zit tegen Club Wiley op de bank. En die ziet Gijsbrecht vroeg scoren. Woluwe staat voor. L'idée c'était de vous attendre, donc Bruges, d'attendre Bruges. Mais c'était pas que 1-0, on avait le 0-2. Et le 0-2 était mérité aussi, parce que c'était une belle action qui était travaillée à l'entraînement. Et donc voilà, on avait tout bien mis en place et quand vous voyez les images, vous allez comprendre que comment on a travaillé quoi. C'était mis en place, ouais, tout à fait. Club probeert meteen via Van Geluwe voorzet bereikt Matavkova, maar tegenscoren lukt niet. Elk gevaar van de thuisploeg vertrekt van de voet van Van Geluwe. Ze speelt Matavkova goed aan in de voet, maar haar schot gaat voorlangs. Club dringt verder aan. Martens vindt met een lange bal het hoofd van Iliano. De Red Flame kopt de bal goed door tot bij Matavkova, die op avontuur trekt. Een slalom door de defensie. En uiteindelijk nog koelbloedig genoeg om de bal onder Lambert te schuiven. De 5e goal voor de Slovaakse international. Erop en erover denken ze bij Club. Van Geluwe hoekschop op het hoofd van Temmerman. En die kopt de thuisploeg op voorsprong. Woluwe doet er alles aan om niet met een achterstand de rust in te gaan. Bougaar met een vrije trap van op 50 meter richting doel van Schamp. Ze kan de bal nog net overtikken. Na de rust opnieuw Van Geluwe en opnieuw Lambert. Uiteindelijk valt het 3e doelpunt toch voor Club Wiley. De voorzet van Broekaert wordt opgeraapt door Van Geluwe en op haar voorzet kopt Guns de beslissende treffer tegen de netten. Club Wiley wint verdiend. Toch zijn ze daar niet helemaal tevreden mee. Nee, het is misschien bevredigend om een coach die een overwinning binnenhaalt, maar dan toch niet zo blij is achteraf. En dat heb ik ook laten blijken aan de rust. We mogen net iets meer verwachten van onszelf, denk ik. Racing Genk en Zulte Waregem moesten voor de 3 punten gaan om zicht te blijven houden op een play-off 1 plaats. En ze beginnen nerveus. In de 7e minuut geklungel in de Genkse defensie en Debbie de Koene straft dat meteen genadeloos af. Zulte Waregem al vroeg op voorsprong 0-1. Genk komt moeilijk aan kansen toe in de eerste helft. 2 keer is het wel gevaarlijk. Eerst gaat Zijnaven goed plat op een schot van Aanrode. En even later zien Van der Zanden met een goede vrije trap die op de kruising strandt. Na een matige eerste helft gaan we rusten bij 0-1. Genk komt een pak beter voor de dag in de tweede helft. Lisa Petri is tot 2 keer toe dicht bij de gelijkmaker, maar de thuisploeg blijft op achterstand. De Limburgers gaan nadrukkelijk op zoek naar de goal. Gwen Duisters de 16 in. Kamps toch wel met een duwtje, maar scheidsrechter Klerks ziet er geen strafschop in. Dan nog maar eens van ver proberen, denkt Van der Zanden. Maar net zoals in de eerste helft strandt haar schot op het doelkader. Zulte Waregem komt er in de tweede helft eigenlijk nog nauwelijks aan te pas. Dan toch eens via de ingevallen Gina Lisa. Maar Van Zijst staat pal. We zitten in minuut 80 als Martin een vrije trap mag nemen. Doorkoppen van Duisters en invalster Anissa Djuga met de 1-1. Genk oververdiend op gelijke hoogte. Djuga bekroont een knappe invalsbeurt en solliciteert duidelijk naar een basisplek. Ik werk elke training, elke match. Ik neem al mijn kansen en zo zien we wel. Maar mijn doel is toch wel om in de basis hier te staan.
In het slot komt Genk zelfs nog dicht bij de 1-2, maar het schot van Jelle Geers waait naast. Zo blijft het 1-1, een uitslag waar beide ploegen weinig mee opschieten in hun strijd voor play-off 1. Ik zei ook voor de wedstrijd dat vandaag win ik op 4 punten. Nu blijft het 6 punten. Oké, moet nog tegen Gent, dus we zullen zien. Play-off 1 spreken wij niet meer uit en we willen beter worden, vooral qua resultaatgericht en dergelijke. Maar ja, het is het tweede jaar Super League en ik denk vooral dat we moeten rustig blijven en de verwachtingen niet te hoog gaan stellen. Moeizame zegens op speeldag 11 voor OH Leuven, Anderlecht en Standaar. Genk Zultewaregem eindigt op een score waar geen van beiden iets mee opschiet. In de rangschikking veranderen de plaatsen niet, alleen de punten. De top 4 rukt zich wel verder los van de rest en de strijd voor play-off 1 is nog niet gestreden. Volgend weekend is het Red Flames weekend en dan volgt een bekerronde. Op de volgende speeldag is het wachten tot het weekend van 12 december. En dan is Standaar OH Leuven onze live match. Tot dan!